Oké, hey, hallo allemaal, welkom bij Ninja Stealth in deze Druspelavond. Gekregen weer een keymailer. Ik ga direct op play, ik heb geen idee dat ik mezelf ingooi. De left mouse went to move. Oké, you are inside the Mr. Tingers. Tingers evil facility and I have to find the chemical formula and destroy his computer. Good grief. The camera. If you stay in this range, it will catch you. You can use the boxes. Okay. Je hebt de key nodig om door te gaan. Drink a potion, we cannot. Have to try. Oké, de computer die ik kapot maak betekent dat jij één leven meer krijgt. Die keer bewegen. De metalen niet. Oké. Level 2. No stacks if you stay still, they won't detect you. Oh god. Letterlijk een noise detector, holy shit. Op zich is dit spel hartstikke goed. There are two potential. Strike a move, just so the box can help you hide from it. A static glaze is needed a card to disable. Oeh, een sleutel. Security guards. They can be awake or sleeping. If you find them sleeping, don't make a sound. Then you find the box. It's camouflage, click on the red button. Oh. Een rip. Maakt niet uit. Dat was mijn plan al lang. Oh, for God's sake. Oké. Je komt terug aan hier te staan. Mooi zo. Die staat er nog vervelend. Oh wow. Dat is mijn plan.
Nobody panic. It's all working out. Zoals ik zei. Now you are ready. Go ahead and put an end to Mr. Dinger's hinger plans. Dinger plans, whatever. Oh, good grief. Oké, ik moet even opletten. Dat zijn dus de noise detectors. Die zitten daar. Fucking. Oké, mooi. Hij gaat er omhoog. Level 7. Oeh, for God's sake. Alsjeblieft, level 8. Mooie kaart. Oké, geen idee, kan ik niet erheen. Wacht even. Moet. Je hebt dus geen idee waar je dit level uit gaat. Zo is gewoon nog een key. Wij moesten hier naartoe. Jesus. Noise detector, waarom zit hij daar? Oh, ik stond niet goed genoeg. Nou, dat heb ik al goed. Hoi zo. Ik denk dat zodra ik level 15 heb gehaald, dat ik dan kap. Dus ik ga zo meteen level 12 in, dan zodra ik dus level 16 echt inga. Jesus. Zodra ik level 16 inga, dan is het afgelopen. Oh, de boksen. Right. Ik zal nog wel tegen die box aan, dus je moet ook niet tegen box aan staan op het hij afgaat. Maakt niet uit, box staat nu op zijn plek. Daar ging ik bij om. Oh shit, mijn leven is... Oh shit.
Mijn leven zat er al drastisch naar beneden momenteel. En het was niet eens echt lastig. Ja, de box staat iets te ver waarschijnlijk. Ik zie hier een alvast even sound. Jezus, daar heb ik ook op te letten. Oh, hij ging net weer aan. Zo pijnlijk. Ik denk dat ik al mijn levens kwijt ben voordat ik ook maar level 15 inga. Of level 16 inga. Die lees die gaan we natuurlijk nog naar doorheen. Oh, dat is fucking. Oké. Okay. Moet wel zeggen, het idee achter het spel is echt geweldig. Shite. Zorg dat die weer zo meteen klaar is en daarna direct hierachter gaan. Hoe de fuck ga ik er ooit komen? Ik heb geen idee. Ergens een van die boxen zou je dus in moeten kunnen. Ik trek het niet. Ik ga het niet eens proberen. Bedankt voor het kijken. Dit was Nia Stealth. Op zich een best wel geinig spel. Alleen extreem moeilijk. In ieder geval, dat was dan Drew's Battle van 116. Goed, tot de volgende keer.